Hey AFOPS, hier is Patricia weer vanuit de Vechten Arcade in Noordhoorn. Um, ik ben technisch geweest, zowaar. Um, wel met de hulp van mijn zoontje. Uh, ook dit is weer iets wat ik voor het eerst heb gedaan. Ik heb de Star Hunts Poseidon Racer, god wat een naam, heb ik gemaakt. Um, het bestaat uit 467 delen, kost 64,95. En het is een uh, technisch um, 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 auto uh, racer. Uh, ja, hoe noem je het? Zeg het maar. <laughs> um, het is eigenlijk een beetje een, een, een ruimteschipracer. Maar dan, ik zie hem eigenlijk, als ik het zo zie, zou ik hem meer eerder op de maan zien rijden, zeg maar. uh, wat het leuke is, is dat hij. Um, hij heeft lampjes hier vooraan. Ik weet niet of dat jullie het kunnen zien. Ik zal het even naar voren draaien. Um, hij kan rijden. Er zit een afstandsbediening bij. Deze zit erbij. En een oplaadkabel zit er ook bij. Je kan hem aan de zijkant kan je hem, uh, gewoon opladen. En uh, duurt, als ik het goed begrepen heb. Duurt 90 minuutjes dan is hij opgeladen en dan kan die ook best een poosje rijden. Um, ik laat er ook tussendoor krijgen jullie een, een filmpje te zien hoe die rijdt. Um, klein stukje maar. Um, ik vond het best wel even, ja, wel even weer wat nieuws. Best wel weer een beetje spannend. Van doe ik het allemaal goed? En ik ben dan iemand, ik ga dan alles checken: van oh jee, heb ik het allemaal goed gedaan? En dan heb je een zoontje van elf naast je zitten. En die pakt dat even. En die zegt: Nou mama, ik doe dat wel even. Daardoor hebben we soms ook wel wat foutjes gemaakt. Ik ook, ben ik heel eerlijk. Je moet goed kijken. Goed kijken ook naar de nummertjes op de blokjes. Het zullen jullie vast allemaal wel weten. Maar voor mij, eh, nogmaals, was dit allemaal nieuw. Um, ondanks dat vond ik het leuk om te maken. Um, het heeft weer heel veel plezier gebracht. En vooral als hij natuurlijk aan het einde ook nog functioneert. Dat de lampjes gaan branden en dat hij rijdt. Dus dat was echt ontzettend leuk om te doen. Dus um, er komen vast nog wel meer technische sets die we gaan maken samen. En uh, ik wens jullie daar natuurlijk ook heel veel plezier mee. Zoals altijd staat deze bij ons hier weer in de etalage straks. Daar ga ik hem zo neerzetten. En um, noppenstenen kun je, kan je natuurlijk nooit genoeg hebben. Volgende keer meer. En ik wens jullie weer heel veel plezier bij het bouwen. Groetjes, Patricia.